superleuke welkomstpakket. Hallo, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Deze keer ga ik jullie meepakken op een soort vakantie. Ik ben van plan een hele serie te maken met leuke vakantieplekken waar we naartoe kunnen in de buurt van België en Nederland. En vandaag heb ik de Wortelkolonie uitgekozen. Mijn mama is jarig, dus wij gaan een gidstour doen in de Wortelkolonie. Voor de mensen die daar denken, een gidstour op mijn verjaardag, is dat wel leuk? Dat horen we meer. En we hoopten dat het leuk ging worden, maar dat zullen we nog wel zien. Het is voor ons ook een eerste keer, dus hopen. We hebben er wel ontzettend veel zin in en we gaan nu alles klaarmaken. We nemen wat koeken mee, we nemen wat drankjes mee, want het gaat 2 tot 3 uur duren. En ik ga wat filmpjes maken, natuurlijk niet live praten, want ik wil ook echt gewoon genieten van de rondleiding en van de natuur. En laat ik jullie later weten hoe het was. Zoals je ziet is Vee ontzettend moe, want het was een ontzettend leuke wandeling. De gids deed het ontzettend goed. We hebben ons ontzettend vermaakt, toch mama? Ja, het was heel erg leuk. Het was super leuk, ook leuk weetjes. Het was niet zo dat je over elk dier of elk plant die je zag super veel te weten kwam. Het was echt gewoon korte weetjes over bepaalde planten, over bepaalde diersoorten die we tegenkwamen. Waardoor het echt super interessant en leuk was. We hebben ook weer geleerd over de omgeving en de geschiedenis van die omgeving. Over de landlopers die daar zaten. En dat was dus eigenlijk wel heel leuk om te weten. Nu gaan wij binnenkort daar wonen in de buurt. En het was gewoon een superleuke manier om de omgeving al te leren kennen. Iedereen was ook super vriendelijk van de gidsen en de mensen in de gidstocht. Super vriendelijk en was super leuk, omdat wij op deze manier dus ook alweer nieuwe mensen hebben leren kennen die ook wonen waar wij binnenkort gaan wonen. Dat was super leuk. Ondertussen zijn we onderweg terug naar huis, want het is mijn mama's verjaardag dat we dit doen. En we gaan dus nu lekker taart eten. Dan ga ik nog eventjes met jullie een natuurpunt, een nieuwe ledenpakket met jullie unboxen, want wij zijn beide lid van Natuurpunt geworden om zo heel wat leuke dingen te kunnen gaan doen in de natuur en voor de natuur. En dan ga ik even deze hele leuke box met jullie ontboxen en dan is de video alweer gedaan. Omdat we nieuw zijn bij Natuurpunt, allebei nieuw een lidmaatschap zijn aangegaan, krijgen wij zo'n superleuke welkomstpakket van Natuurpunt. En die ga ik met jullie even uitpakken en zie al eens hoe schattig eekhoorntje erop staat. Superleuk. Omdat we steunen, want wij betalen maar 30 euro per jaar om lid te zijn. En die 30 euro wordt natuurlijk gebruikt om natuur te steunen. Dit is het logo van Natuurpunt, moest je het niet kennen. En dan gaan we hem openmaken.
Als allereerste, ja, dat sponnetje even, zit er ons natuurpunt, het bietertje. Een superleuk magazine die we om de zoveel tijd krijgen. Ook in onze post nu. En er zit een spelletje in. En allemaal reclametjes. Hele mooie foto's. En ik hoop dat op een dag ook mijn foto hier gaat inkomen te staan. Zou zo leuk zijn. Dus er zit echt heel veel in. Het allernieuwste. En dan ook de planning van de maand. Dus wat er allemaal gaan komen. Cursussen. Activiteiten. Dat soort dingen. Dus daar kan ik dan ook aan meedoen. Met korting of gratis. Dus dat was dat boekje. Dan hebben we als volgende weer een boekje. En deze gaat ook 4 keer per jaar, dacht ik, binnenkomen. Dit is de lente-editie. Dus binnenkort krijgen wij de zomereditie ook in onze postbus. En dat zit ook vol met mooie foto's. Het is ook wel een leuke plek om misschien eens een keer in te komen. Met een foto van mij. Al ja, een foto die ik heb genomen. Er staat ook weer van alles in over de natuur en over het gebied. En wat Natuurpunt allemaal aan het doen is. En wedstrijden die je kunt meedoen. Plekken die je kunt bezoeken. Wandeltochten, wat ook super leuk is te gaan doen. Verhalen over bepaalde doelen. En natuurlijk ook een beetje reclame. En dan krijg je deze superleuke gids. Dat is een super dik boek zoals je ziet. Met allemaal fiets- en wandeltochten, wat echt geweldig is. Het staat helemaal vol met tochtjes en beetjes en foto's. Dus die gaan we zeker vaker gebruik van maken. Wie weet zien jullie nog vaker terug in mijn vlogs of video's. Dus dat is wel leuk. Het zou wel leuk zijn om dit hier tegen te komen. Deze iets minder. Wat hebben we dan nog? Dan hebben we hier een lid van Natuurpunt een waaier aan voordelen. En het is letterlijk een waaier. Want kijk, je kunt het helemaal uitscheiden. En dat ga ik zo nog even bespreken. Verder kregen wij ook nog even een gratis drankje bij Natuurpunt. Bij het café wat daar in de wortelkolonie stond. Dit is ook even een brochure. Welkom bij de grootste natuurfamilie. En dan hoe je het beste uit je lidmaatschap kunt halen. We hebben natuurlijk ook nog hele leuke Natuurpunt stickers. Ik ben zelf niet zo dat ik snel stickers plak. Omdat ik het dan zonde vind dat mijn sticker weg is. Ik weet ook nog niet of ik deze ga plakken. Maar misschien op een kaft of zo. Dan hebben we Bekijk de natuur van dichtbij. Nog even een brochure over bepaalde boeken. Over bepaalde dieren die je zou kunnen bestellen. Of waar je je voor kunt abonneren. Dat gaan wij helaas niet doen. Omdat wij die niet gaan lezen meestal. We hebben ook nog eens een korting voor Pookabox, voor thee. En 3 testertjes Pooka, wat ook super leuk is, want we houden wel van thee. En dan pak ik nog even de voordeelkaart boven om je te laten zien. Hiervoor, ja, je gaat natuurlijk niet hiervoor lid worden van Natuurpunt. Natuurpunt is echt gewoon een superleuke organisatie. Kervriendelijke mensen en kun je superleuke dingen doen. En ondertussen met jouw aanmelding de natuur steunen. Dus dat is gewoon al waarom je... je aanmeldt. Maar er zijn natuurlijk ook weer super veel voordelen. Zoals allemaal kortingen bij bijvoorbeeld AZ Venture, Torfs, Kajaktocht in Gent, Dille en Camille, waar wij heel graag komen. EOS magazine, dus wetenschappelijke magazine, National Geographic magazine. Voor een krant of een tijdschrift, maar ook voor de Zoo van Antwerpen en Zoo van Plankendaal, wat ik super leuk vind. En nog veel meer. En dan krijg je dan zo in een waaiertje te zien waar je allemaal korting voor krijgt met je kaart. Onze kaart is nog niet binnen, maar die komt binnenkort binnen en dit was het pakket. Altijd super leuk als je een welkomstpakket krijgt in een nieuwe organisatie, daarom dat ik het ook even liet zien. Natuurlijk zie ik er nog meer naar uit wanneer ik echt iets kan gaan doen. Nu met de examens moet ik even wachten, maar ik hoop deze zomervakantie dat ik mijn eerste cursussen al kan gaan volgen. Dat ik de eerste leuke activiteiten kan gaan doen met Natuurpunt. En daar ga ik jullie ook meenemen als het mag en dan zullen we zien wat er allemaal gaat gebeuren. Dus ik heb al super veel zin in. Dit was het dan weer. Als je eens lekker wilt wandelen kun je zeker in de wortelkolonie terecht. Een prachtig gebied zoals je zag. Online kun je ook nog kijken wanneer er gidstoeren zijn en kun je zelf ook een gidstoer inplannen.
en je inschrijven om mee te doen. Alles superleuk, zeker doen. Heb je dus tijd vrij, weet je nu wat je kunt doen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer met een nieuwe video. Tot dan!